Ik ben Britt Staal en ik werk de spoedeisende hulp in het UMCG. Het is natuurlijk een hele leuke stad, een echt studentenstad, dus er is van alles te beleven. Groot nachtleven voor de mensen die dat leuk vinden. Maar je kan ook heel vrij wonen en in de natuur. Je hebt van beide kanten wat. Heel veel mogelijkheden en heel veel vervolgopleidingen die je hier kan volgen. En ik vind met name de spoedopvang heel leuk, omdat je inderdaad mensen hun kwetsbaars meemaakt. Dat ze echt er heel slecht aan toe kunnen zijn. Dat je dan echt wat voor ze kan betekenen. Het is wel heel fijn dat je het met een heel team doet. Dus je staat met z'n allen klaar om zo'n zieke patiënt op te vangen. Maar je weet van tevoren niet precies wat je kan verwachten. Dus het is altijd afwachten. Op het moment dat ze binnenkomen, ja, hoe ernstig iemand eraan toe is. Het is wel een soort adrenaline wat dan loskomt. Je denkt dan denk van, oh jee, dat komt nu iets heel ernstigs aan. Dus het is eigenlijk heel snel schakelen. En dat maakt deze baan wel heel erg leuk.